Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan wij iets specials doen. Ik weet dat jullie dit al zien en jullie denken nu waarschijnlijk van what the fuck, Tommy. Maar ik ga mijn villages ergens heen transporteren en ik weet, het is absoluut niet ver. Maar ja, ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Ik heb hier een chunk error. Ik ben al 100.000 keer offscreen gegaan. Terug opgegaan. Maar ik blijf dit houden. Dit lelijk getrocht. Zo dicht bij mijn huis. Dat vind ik niet leuk. Oh, ik heb trouwens mijn instelling iets of wat veranderd. Kom op. Video settings. Details. Zo. En dan, deze kunnen trouwens allemaal wel, oh. Deze kunnen eigenlijk wel. Smooth biomes, swamp colors, custom fonts. Better grass kan off, clear water kan on. Ziet er mooi uit allemaal. Ja, zo vind ik het beter. Ik kan hier een breeding machine gaan maken. Ja, een breeding machine. En, ja, dat is eigenlijk een reden waarom. Dat is eigenlijk omdat, ja. Ik wil natuurlijk een heel groot village hebben. Met heel veel villagers en zo. En ik heb totaal geen iron voor iron golems. Dus die moet ik nog een keer gaan pakken. Maar ik ga daar eerst. Ga ik even ervoor zorgen dat ik deze ergens neer kan zetten. Dit kan hier weg. Die doe ik hier neerzetten. En dan even wat hout maken. Zo, daar even wat sticks en daar maak ik even wat fences van. Dit is lang na niet genoeg, dus ik moet daar nog wel hout mee bij gaan halen. Ik had eigenlijk het hout meegenomen voor deuren, maar ik dacht nu in één keer aan van, hey fuck, ik moet ook nog afsluiten. Want anders dan loopt die veeltjes er gewoon zo af, die stomme dingen. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen op deze is, of die te dichtbij is, of ik weet niet, als hij er dichtbij is, dan zou hij het waarschijnlijk niet gaan doen. Maar weet je wat, ik neem gewoon zo op. Alt hout en dan. Nee, ik doe even zo. Dan heb ik nog daar nog wat over voor. Voor de deur, hè. Ja. Dus. Even denken wat ik nog ga vertellen. Want ik moet natuurlijk wel iets vertellen in deze commentaar. Vandaag zijn er eigenlijk geen rare dingen gebeurd. Ja, ik had vandaag trouwens 2 uur uitval. For the win. Dat was op zich wat chill. Oh, hier. En morgen heb ik de eerste 5 fucking uren uitval. En dan moet ik voor dan moet ik naar school voor 2 nutteloze uren die er bestaan. ICT, daar doen we toch nooit iets bij. En bij NAS krijgen we invaluur van de mentor. Wat nergens op slaat. Want die weet niet waar we zijn bij NASC, wat we gaan doen en zo. En dan krijgen we van haar les, als het goed is. Of het was wiskunde, dat weet ik niet eens. Maar een van die twee, want voor wiskunde en NASC hebben we zelf de leraar. En dat mentor wil dat nu gaan doen, omdat hij weg moet. Nee, hij gaat iets doen, dat weet ik al. Oh, ik heb trouwens, jullie weten dat helemaal niet. Ik heb de derde villager op screen, bam. Jullie wisten dat helemaal niet, dat was ik vergeten te vertellen. Oh. Ik was net gestopt met recorden. En de dag ging zeg maar voorbij. Het werd een nacht. Toen kwam ik nog een zombie villager tegen. En toen heb ik deze kerel hier gekregen. Even track heel maken. Deze kan ik meteen zo connecten, denk ik. Dat is misschien handiger. Die weg even halen. Zo. Ploep. En dan. Zo. Dan zijn die ook weer geconnect. Die ook weer. Ja, dus ik heb een derde villager en ik wil eigenlijk ook gaan breeden met deze villager. En de blacksmith wil ik naar boven halen. Dus oh, dan kan ik net zo goed gewoon de eerste naar boven, de blacksmith. Want die moet boven in zo'n raar torentje geval ding. Hé, tuurlijk. Zo. Dan kan ik net zo goed eerst even de toren. Ik weet niet hoe hoog dat die zou moeten zijn. Ik gok 5. Ik denk dat 5 de juiste hoogte zou zijn. Maar ik weet het niet zeker. Ik heb hier trouwens geen power rails bij gebruikt. Dat maakt allemaal niet uit. Oh, ik zou
Waarschijnlijk hier nog iets beter moeten gaan verlichten. Want dan spannen daar zombies en zijn allemaal villagers en zombie villagers. En dan gaan ze allemaal dood als het nacht is. Of als het dag wordt. Als het nacht is, dan leven ze. Oh. Weg jij. En dat wil ik niet. Want dat is niet leuk. En ik zeg nu heel zielig dat het niet leuk is. Dat is niet leuk. What the fuck? Ja, ik weet het. Moet ik even denken. Hoe 3, 4, 5. Hoe groot zou ik dit maken? Ik denk... Weet je wat? Ik ga even bedenken hoe hoog en hoe groot en zo. En dan zet ik de eerste villager hierheen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, ja, ik heb een basis heb ik neergezet. Ik ga het jullie nog niet laten zien. Fuck, val ik weer af. Ik ga het jullie nog niet laten zien, maar ik ben weer terug. Ik ga die ene villager even trappen. Trap, trap. Oh, ik kan deze wel meenemen, denk ik. Genoeg even meenemen, zodat ik sowieso, ja, dat ik niet tekort kom ofzo, als ik het nog nodig zou hebben. Ik kom net, toen net uit, dus ja. Oh man, waar ben ik allemaal mee bezig? Al die dingen die... Is niet goed. Zo, meteen even repair. Heb ik dit nodig? Dirt. En dan ben jij aan de beurt, jongeman. Hey, we staan er meteen met z'n allebei hier. Hey, dat is helemaal mooi. Zo, jullie kunnen er nu niet meer uit. Oeh, I almost hit you. Nee, als ik die deur breek, dan... Zo, en dan... Deze moet ik een heel blokje van maken. En dan zet ik hier ook nog een heel blokje neer voor de zekerheid. Denk ik. En dan hier ook. Nou, silk touch. Ja. Silk touch. Die even. Nee, 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 nee. Jij gaat niet weg. Ik zweer het je, jij gaat hier niet weg. You son of a bitch. Hij want... He will go away. He will go away. Ja, dat doe ik even expres. Gewoon even grappig. Probeer te zijn. Ik weet dat ben ik niet. Maar dat maakt niet uit. Oh, fout. Deze. En dan... hierheen. En dan met dirt. Gaat hij zo werken? Of wordt dit heel raar? Dit gaat niet werken. Maar stel... Kijk, ik doe gewoon hier. Dirt. Dit. Oh nee, tuurlijk, dat werkt ook niet. Je moet weg. En dan kan ik hem hier plaatsen, zeg maar. En dan doet hij het wel gewoon. Kijk maar. Aha! Aha! Nou, ja, dit. Ik ben eigenlijk al best wel lang bezig hiermee. Stom project. Hallo. Ik kom even binnengevallen, letterlijk. Erin. Why do you shitting me? Ik ga het hier even afzetten, anders dan ontsnappen ze dadelijk nog. Dat wil ik niet. Minecraft weer is weg. Zo. Ben jij de blacksmith? Nee, absoluut niet. Nou, weet je wat? Dan ga ik jou gewoon bovenin zetten. Dan gaat de blacksmith niet bovenin. Dat maakt niet uit. Ik zet heel veel dirt weg, dat weet ik. Maar goed, ik ga het daar straks allemaal weer repareren. En dan is het alles weer goed. En stay there. Hey, andere villager. Alles goed, jongen. Hup, zetje. Kom, ik geef je wel even zetje. Oeh, ik viel er bijna vanaf. Oké, ik hoop echt dat het goed gaat komen. Anders dan ben ik straks nog genaaid ook. Kijk, jullie zien hem al een beetje.
Ik kan daar de randjes ga ik nog mooier maken, want ik vind het zo eigenlijk niet mooi. Ik doe nu shiften, omdat ik weet dat als je shift, dat je zo'n ding... ze zeggen dat je zo'n ding dan beter tegenhoudt dan als je niet shift. Dus vandaag dat ik shifte. Oh mijn god, als jij dadelijk weer eruit bent, hè, dan ben je meteen ontsnapt. Dus beter doe je dan niet. Beter ga je gewoon hierin zitten zo. Hup. Ik ga op die track, dan weet ik... Nee. Je bent nu echt al irritant bezig, ja, jij. Ik ga op die track, dan weet ik sowieso dat je in die track zit. Yes! For the win. Woe! Je kunt niet dat er ook maar iets van deurt onderuit komt of zo. En dan ben ik echt zwaar genaaid. Zo. En dan... En dan heb ik deuren nodig. Ja, heel veel deuren. De eerste villetje zit erin, dat is mooi. Zal ik eerst de andere villetjes hierheen halen of eerst gewoon de deuren? Ik doe eerst gewoon de deuren. Oh, ik vind het echt niet leuk dat ik fucking buggy shit pest. Ja, zo is het goed, denk ik. Ja, ik neem het aan van wel. Zo, en dan heb ik hier nog twee deuren ready. Die had ik nog van de village die ik aan het maken ben. Hey! Dus ik heb te denken, hè. 1, 2 dan. 3, 4, 5. Als het goed is, moet die hier gewoon kunnen. Of... Moet ik ze allemaal gewoon tegen de muur aan plaatsen dan? Of doet hij dat niet? Nee, tuurlijk niet. Weet je wel, ik probeer het gewoon even uit en dan merken jullie vanzelf wel als het niet goed is. Nee, deze moet aan die andere kant. En dan moet ik dan hier doen, denk ik. Ja, zie je, zo. Oké, ik ga nu omhoog, maar nee, weet je wat, ik hoef niet eens omhoog, ik maak gewoon een crafting bench. En die zet ik gewoon hier weg. Haha, dan hoeft hij niet, dan hoef ik zelf niet omhoog en dan kan hij niet weg. Zo, en dan moet ik overal even de deuren gaan plaatsen. Hallo! Nee, totaal niet zoals ik wou. Deurt. Ik ga vanaf nu dus altijd deurt in mijn handen houden. Woe, gelukkig is het village niet weggegaan. Man, dat was nog eens echt... Dat had nog echt gewoon slecht af kunnen lopen. Zo, ik hak er voor het boven. Ja, zo moet het. Nou, dan kan ik nog wel even wat meer bij maken. Zo zien dat ik niet genoeg hout heb. Hé, hey, dit is echt genaaid. Oh my god. Nee, ik heb inderdaad niet genoeg hout. Oasje probeert te ontsnappen. I'm going to destroy you. Oasje probeert die spannen. Ja, als het goed is moet hij zo goed zijn. Neem ik aan, hoop ik. Nee, dat ga ik niet halen, nee. Nou, touw me vast aan. Dan kan ik gewoon zo aantouwen zo en dan... Daar ik de volgende zombie village, als de volgende village er alvast... inzetten. Ja. Mooi. Dan, fuck, nu weet ik niet meer wat ik al kan halen. Oh ja, tuurlijk hout. Duh. Heb ik hier nog hout? Ik heb hier nog 9 houtblokken. Hoeveel deuren zouden dat zijn? 6. Er zijn 6 deuren.
Is niet genoeg, denk ik. Wie is dit nog? Ik ben een beetje, ja, ik ben een beetje, klein beetje maar oud, uit de voorraad van hout, dus. Ik heb echt, eigenlijk niet echt opgelet hoeveel hout ik nog nodig zou moeten hebben, dus. Het is echt puur op de gok. Ik weet wel dat je van alle verschillende soorten hout samen ook één ding kan maken. Dus ik neem gewoon al het hout mee wat ik heb. Who cares? Oh, ik heb hier nog. Hier heb ik ook nog hout. Hier heb ik nog hout. Maar ik wil liever gewoon. Oh, haha, lol. Genoeg hout. Ja, laten we teruggaan dan. Dan ga ik dat ding even afmaken. Oeh. Oeh. Ik hoop echt dat dit gaat werken. Want als dit gaat werken, is dat wel nice. Wacht, ik moet even. Titus, nee, animation. Particles all. Oh, dat heb ik al. Mooi. Oh, als het gaat werken, is het echt wel fucking chill. Maar ja, dat moet wel eens gaan werken. Hey, ik ben er weer. Hallo. Trouwens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, daar waren er al 6. Maakt niet uit. Zo. Ik weet echt totaal niet hoeveel ik nog nodig zou hebben gehad. Maar dit klopt echt helemaal hier klopt echt helemaal niks van, maar dat maakt niet uit. Ja, daar ga ik even iets proberen, want ik heb iets fout gezet volgens mij. Waardoor er eigenlijk alles in de soep loopt. Deze heb ik op die kant van het blok en die niet. Dus deze moet eigenlijk allemaal weg. Zo. Ik heb meteen wat deuren erbij, maar dat maakt niet uit. Hier moeten ze staan. Op deze kant van het blok. Of aan deze kant van het blok. Want dan kunnen de. Kan ik nu plaatsen? Yes. Ik kan hem gewoon plaatsen als die daar stond. For the win. Yeah. En dan kan ik nu hier nog namelijk plaatsen. Anders zou ik dat ook niet hebben gekund. Zo. Het zijn ook weer deuren. Dus vandaar. Oeh. Volgens mij heb ik nu echt precies genoeg. Precies genoeg. Mooi. Afsluiten die handel. Licht dat heb ik. Door de glowstone. Dus hier komen geen. Oh, ik heb helemaal nog niet genoeg. Ik moet hier nog eentje hebben. Nou, dan maak ik hier er nog eentje. Ik dacht dat ik hem af had. Maar dat was dus blijkbaar nog niet. Dat was totaal niet de bedoeling. Zo wel, mooi. Ja, dus deze aflevering is nu al best lang. Dus ik denk dat ik wel een beetje ga knippen, plakken. Zodat die niet te lang wordt, want ja. Oeh, ik viel bijna het gat in. Dat zou niet een heel ramp zijn geweest, maar ja. Dan zou ik weer uit moeten klimmen en daar heb ik geen zin in. Wow, frame drop van hier tot weet ik veel waar. Ver weg, denk ik. Neem ik aan. Oh, hoor die deuren, man. Dat is nu al. Yep. Dat wist ik gewoon dat dat ging gebeuren. Maar dat maakt niet uit. Want dat deed ik eigenlijk expres dat ik naar beneden viel. Zo. En dan kunnen hier de hoekjes eruit. De randen hier zo. En dan kunnen hier toortjes gaan hangen. Zo. Ja, ik zou wel dingen eruit knippen en zo voor deze aflevering. Want ja, anders wordt het denk ik wel heel saai.
En veel te lang natuurlijk, want we moeten allemaal renderen en al die dingen. Ik heb nog een paar fences, dat is mooi. Nou, ik heb eigenlijk maar nog maar 2 villetjes nodig. En heb ik nou eens een geluk dat ik nog 2 villetjes heb. Haha. Dus, ja. Ik moet alleen, ja, even kijken of ik nog, daar nog wat meer tracks heb liggen. Want, het is trouwens allemaal trackverspilling. Want ik misplaatste net een hele hoop. Ik moet er nog... Ja, eigenlijk geen, want ik doe dan eerst gewoon deze. Oh, ik heb nog een minecart hierin. Zo. Hey, villager, ik val weer even thuis binnen. Jij gaat in het hoekje staan. Ga nou zomaar weg van mij lopen. Ga in het hoekje staan. Ja, ik weet het. Het is heel mooi buiten, maar... Je bent nogal irritant, weet je dat? Ga in het hoekje staan, dude. Wat ben jij irritant. Echt waar, eerlijk waar, baba. Jij ook. Kst. Weet je wat, ik doe het al anders, hè? Weet je wat? Ah, wacht maar. Je hoort nog wel van mijn advocaat. Wacht maar, jongeman. Niet meewerken, hè? Dat is niet aardig van jou. Zo, naar beneden. Huppa, even wat. Oh, lag hier nog tracks in? Nee. Even tracks. Die moeten hier ergens in liggen. Oh, die horen hierin te liggen. Maar blijkbaar heb ik ze allemaal al op. Ze zijn allemaal weg. Hoe maak je ook weer tracks? Was dat zo? En dan zo? Ja! Oh, dan maak ik meteen zo 2. Yep! Mooi. Dat is heel mooi. Oh. Die heb ik nog nodig dadelijk. Om het ding af te sluiten. Ah, wordt bijna nacht. Oh fuck. Ik zit dit tijdens Peaceful te spelen. Ouwe. Stom van mij. Echt heel stom van mij. Nou, we wachten hier even tot het weer nacht is. Zodat ik kan slapen. En dan is alles weer goed. En dan als ik denk van... het is gewoon... Ik moest even eens kijken, sorry. Maar als ik denk van, ja, het is gewoon lang zat. Ik hoef niet te knippen, dan knip ik niet. Maar anders dan ga ik sommige delen eruit knippen. Vandaar. Yo, het is weer ochtend. Oh, het is echt stom dat ik de hele tijd op Peaceful zat te spelen. Sukkel dat ik ben. Het is een survival en dan ga je... Oeh, ik heb mijn deur opengelaten. Slecht. Het is een survival en dan ga je op Peaceful. Nee, niet goed, hé. Het was een foutje, dat heb ik niet expres gedaan. Zo. Nou, ben ik weer. Oh, nu sta je in één keer wel goed, hè? Ik ben zeker bang voor mijn advocaat. Dat dacht ik al. Goed zo. Zo doen we dat, jongen. Gewoon in één keer. Bam. Nee. Daarheen. Nee. Blijf daar. Natuurlijk, nu kan ik ze niet wegduwen. Oh. Ik hem hier toch weg. Huppa, nu kan ik hem wel wegduwen dadelijk. Nou, ik denk dat ik meteen hier de boel een beetje repareer. Zo. Ja. Villager. Ja, daar ben jij, ja. Zo, ik kijk straks wel of het allemaal zo klopt. En anders dan doe ik het straks nog een keer repareren. Ik zeg, houdoe. Had hij net niet. Hey, shit. Ik dacht dat ik ervoor stond, maar goed. Ik kan een duwtje in de rug geven, jongeman. En stay there. Zo, die moet ze eigenlijk automatisch laten connecten ofzo. Oh, waarom heb ik niet gewoon meteen direct doorgedaan? Dat weet ik niet. Maakt verder ook niet uit. Yes, de glassplanes zitten er al. Hey, in één keer. Dat is minder leuk. Dat ging snel. Mooi.
Nou, als de breeding machine het goed doet, dan hoeft dit straks ook niet meer. Dan kan dit straks ook weer gewoon weg. Dus. Ja, ik had een laboriant. Iemand die in het laboratorium werkt of zo. Zo ziet hij eruit. Hey, what the fuck? Met zijn witte jas. Nee! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ga terug. Ga terug. Come on, you're kidding me. You're kidding me, right? Homo. Ja, kijk maar eens goed, ja. Ik wil je bijna gaan slaan. Ik sloeg het zand. Volgende keer ben jij het. Dus pas me op. Pas me op. Zo, shiften. Oh! FPS drop. Oh, die andere die staat er al gezellig. Die staat op je te wachten, jongen. Hup, ga. Nee, 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 nee. Ik ga het er me niet uit glitchen. Dat weet ik. Nee! Nee! Ah, nee, 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 nee. Ik kan niks plaatsen. Je gaat niet het water in. Oeh. Please. Yes! En die andere wil ik eigenlijk ook even weghalen. Hopen dat hij niet wegspawnt. Chill! Lots of hearts going on in here. So, hij doet het. Dus hij doet het, hij doet het, hij doet het. La 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 la. Dit is mooi. Het is mooi dat hij het doet. 1, 2 hoog, want anders willen jullie ontsnappen. Jullie zijn stom. Stommers. Mooi. Ja, dit blokjes hout, die kan daar blijven. Deze doe ik zo. Ik zeker weet dat hij niet weg. En nou, waar is de kleine? Jullie gingen allemaal hartjes. Waar zijn de kleine? Nou, waar zijn de kleintjes? Ik zie niet eens de kleine. Ah, oh, ze willen niet met elkaar. Ze willen elkaar geen kusjes geven. Nou ja, ik stop het hier even en dan kom ik zo terug als er eerst is gebreed. Dus tot zo. Ja, nog steeds helemaal niks. Geen baby of zo. Ja, het is nog niet zo heel lang geleden dat ik gestopt ben met recorden. Wel heel veel hartjes, maar ik zie nergens de baby. Dus. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Geef jullie een groen duimpje als je hem leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. Zet een leuke comment. En dan, checken we allemaal later.